De scholen in het binnenland starten als alles goed zit aanstaande maandag. Dit zei onderwijsminister Marie Leevens vanmorgen in de Nationale Assemblee. De bewindsvrouw gaf aan dat er gisteren boten met leerkrachten en materiaal naar het binnenland zijn vervoerd. Stoelmans Eiland was er tot gisteren nog niemand van het onderwijzend personeel aangekomen. Ook verkeert het schoolgebouw niet in goede staat om de leerlingen te herbergen en in te onderwijzen. Met de vernieling van de zonnepanelen van Telesuur afgelopen week op Stoelmans Eiland door derden, zullen de leerkrachten ook moeite hebben om gebruik te maken van het internet. Dit is een van onze grootste zorgen, zeggen de dorpsbewoners Johannes Deel en Wendel Francis. Het is nog maar kies bereik. De ander boom, vast koro op begin zo toe, milo school, lakere school, naar een computer des mamuroko. Maar nu fado uroko. De noma uroko toch? Da fast koro dry. Da anosor bum. Na bigilante of bigilante be kaye po. Fu do an fasi. Fu ka fem bensina gide yo fro. Bika dide yo fro kong. Dem broko na nga strom. Sab des korupchin computer ala de san dati. De no de des dem mek mo iti giu. Marie Leevens gaf in DNA aan dat het ministerie goed op weg is, maar dat de leerkrachten nog niet naar alle dorpen in het binnenland zijn vervoerd. Zij zegt dat er ook 2 vliegtuigen richting het binnenland zijn gevlogen met aan boord leerkrachten en lesmateriaal gisteren. De meeste basisscholen in het binnenland vallen onder de paraplu van de Stichting Onderwijs der EBGS en het Rooms-Katholiek Bijzonder Onderwijs RKBO. Als ik zeg we hebben 2 vliegtuigen gestuurd, dat betekent met die 600.000 SRD. In de zin van de mensen worden gestuurd. Ik moet ze december weer terughalen. Maar bijna 80% van de scholen draait. Er is wel een probleem dat we constant hebben. En dat is het probleem van SRD's. Er zijn geen SRD's. En de mensen in het binnenland hebben geen ATM. Ze hebben geen banken. En toch wordt er van ze verwacht dat ze het op die manier oppakken. Dus we hebben een groot probleem op dit moment. En dat gaat misschien betekenen dat de bussen weer gaan staken. En dat de boothouders weer gaan staken. Want de boothouders, die hebben soms 2 of 3 boten en 2 of 3 medewerkers die varen. Of 2 of 3 bussen die rijden. En die mensen hebben geen bankrekening. Dus ze kunnen niet aan hun geld komen. En dat is een groot probleem dat ik op dit moment heb. Minister Marie Leevens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Zij sprak vanmorgen in de Nationale Assemblee over de start van de scholen in het binnenland aanstaande maandag.